is vandaag zaterdag. Moet je even nadenken. Ik heb net even boodschappen gedaan. Voordat ik straks weer wegga. Want vanmiddag, of nu eigenlijk, hebben we is de familiedag bezig. Ik ga daar straks ook heen. Mijn ouders komen er ook heen. Ik heb witte champignons. Frikandellen. Een zak ijsbergsla. Worteltjes. Persiebonen. Tonijn. Zeker van deze kleine mini salade. Runder gehakt. Feta. Bakkruurtjes. Een fles honing mustard dressing. En twee stuk mais. Twee keer van die tomaten. Mais voor door de taco's. Een pot biologische appelmoes. Een pak met kipfilet. Van die chickenburger. En deze dan. Daar ga ik ook weer iets mee doen. En dan heb ik twee keer van die flessen doucheschuim. Een schaal met zalmsalade. Speklapjes à la minute. Tandoori. Twee flessen met doucheschuim. Een zak muesli. Twee flessen limonade. Een pak magere yoghurt. En dat was het eigenlijk wat ik heb gehaald. Het is vandaag woensdag. Ik ga even ontbijten. En nadat ik net even contact met KPN heb op moeten nemen. Want dit zou nacht hebben ze hier aan de wijk onderhoudsbeurt en ook in de wifi en de tv uitgevoerd. En nu is het zo, mijn tv doet het niet. Mijn wifi doet het niet. Dus ik zit op mijn 4G op mijn telefoon. Nou, dat is niet leuk, want de zikker is er doorheen waarschijnlijk. Ik ga dit in de weekvlog even proeven. Ik zie op TikTok heel veel voorbij komen dat er heel veel dit proeven. Want ik heb een keertje de Grand Poes al geproefd in mijn weekvlog. Maar ik dacht, ik ga dit keer deze eens proeven. Dit zijn de kronaantjes. Ik ga dus de verpakking even openmaken. Het ziet er zo lekker meer zoet eruit. Zo zien ze eruit. Ik vind het een beetje smaken naar die nanenschuimpjes of zo. Tenminste, de bovenkant dan. Het is wel net zo zoet als de Grand Poes. Het is vandaag zondag. Ik heb me vandaag aangemeld voor de MBO2-opleiding Mediamaker. De reden waarom ik dat heb gedaan is, doe natuurlijk aan YouTube. Ik wil graag mijn hobby in beroep gaan maken. En daarom ga ik dus nu die MBO2-opleiding Mediamaker doen. Rijnijzer in Arnhem moet nog worden toegelaten. Want ik krijg als het goed is in de 3 weken de uitnodiging voor het welkomstgesprek. Hoi, ik wil wel doorgeven. Ik heb net een operatiedatum doorgekregen. Over 2 weken al kan geopereerd worden op de vrijdag. Ja, op 26 april. Is vrij vlot. Ja, dat is vlug. Ja, kom. Ja, ik heb papa gesproken. Hij hoeft het niet vrij te vragen. Hij is die dag al vrij, want het is een vrijdag. Ja, maar zit hij met de buswissel misschien? Hij zegt zelf, ja, dat kan wel. Maar waarschijnlijk, luister, dat tijd krijg ik nog te horen. Maar ga er maar vanuit dat ik vrij vroeg in de ochtend wordt opgenomen. Dus ik hoef niet vrijdag te nemen? Dat weet je niet. Die tijd krijg je nog te horen. Ja, maar dat ze snel mogelijk weten. Dus ik heb mijn werk al op de hoogte gebracht. Ja. Hij is vast er, hij zegt, oh dat is vrij vlot, hij is morgen is er, moet je het even oppakken. Oké, maar ik denk niet dat als papa meegaat, hoor het niet. Komt goed, ja? Is goed.
Het is vandaag vrijdag. Ik ben vanavond net naar beneden geweest. Omdat ik wat dingen heb moeten regelen met de begeleiding. Dit onderste gedeelte, dat heb ik moeten regelen. Dit bovenste, dat heb ik zelf geregeld een hele lange tijd terug al. 2 februari kreeg ik deze brief mee naar huis. En toen heb ik dus alles wat hier staat een beetje geregeld. Bijna alles tenminste, niet allemaal. Kledingadvies, ja... Dat, een elastische veters voor in de schoenen. Nou, ik moet nog wel wat bijhalen, want ik heb natuurlijk ook nog een andere paar schoenen. En als ik die misschien aan wil, moet ik daar ook even elastische veters even in gaan doen. Moet ze van de week bij Scapino even wat bijhalen. Dat moet ik dan ook nog even doen. Maar goed, dat heb ik dus allemaal geregeld. Maar ik moet ook nog thuiszorg krijgen. Dat is omdat ik mezelf niet kan wassen straks onder de douche. Nu niet, hè, maar straks na de operatie moet ik ook straks hulp hebben bij aankleden. Eigenlijk waar het op neerkomt is, ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging straks. Ik wil deze weekvlog ook gelijk afsluiten. Ik hoop dat je deze weekvlog leuk vond. Doe zeker een duim omhoog. Vergeet het niet te beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje mocht je dat nog niet hebben gedaan. En laat uiteraard een leuke reactie achter onder deze vlog. En dan zie ik je de volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.